Wil jij weten hoe je thuiswerken een stuk productiever kan maken? Dan heb ik in deze video 5 tips voor je waarmee je thuiswerken een stuk effectiever en leuker maakt voor jou en je thuiswerkende vriend, vriendin of huisgenoot. Mijn naam is Demi Groen en ik help ondernemers met het groeien van hun bedrijf via creatieve video en social media marketing. Ben je nieuw hier? Klik dan eventjes op de abonneerknop om mijn kanaal te supporten en geen enkele video meer te missen. En dan gaan we nu beginnen met de 5 tips waardoor jij thuis een stuk productiever te werk kan gaan. Naast je routine is je werkplek en je omgeving natuurlijk helemaal anders wanneer jij je werkzaamheden die je normaal gesproken op het kantoor verricht opeens mee moet nemen naar huis. Gelukkig heb ik tips voor jou om je productiviteit te verhogen om zo het maximale uit jouw thuiswerkdag te halen. Zorg dus dat je blijft hangen, want tip nummer 5 heeft mij het meest geholpen om mijn productiviteit thuis naar een hoger niveau te tillen en mijn taken eindelijk allemaal af te krijgen. We weten allemaal dat wanneer je niet naar je werk toe hoeft en je dus niet met je auto in de file hoeft te staan of niet met het OV hoeft te reizen, dat je dan al snel denkt, ja, misschien blijf ik nog een uurtje, 2 uurtjes langer liggen en daarna dat werk komt wel weer. En ik ga je vertellen, dat kan misschien wel eventjes fijn zijn, vooral als je bijvoorbeeld slaapgebrek hebt gehad of wat dan ook, maar dat gaat je helemaal niet helpen voor je productiviteit. Wat wel helpt, en dan komen we bij tip nummer 1, is het creëren van een vaste ochtendroutine. En zo'n vaste ochtendroutine is een routine zoals je dat gewend bent. Dus je doet eigenlijk alsof je naar je werk gaat. Maar in plaats daarvan ga je dus thuis werken. En voor mij is een ochtendroutine dus wakker worden, mijn bed opmaken, de gordijnen open doen, douchen. En dan ontbijt maken, want ik kan gewoon niet zonder ontbijt. Zonder ontbijt ben ik niet energiek en kan ik gewoon niet aan de slag gaan voor mijn werk. Maar door dit te doen, neem je 's ochtends eventjes de tijd voor jezelf. Ja, sommigen hebben er maar een half uurtje voor nodig, anderen een uurtje of misschien wel langer. Maar neem daar in ieder geval de tijd voor die je daarvoor nodig hebt om eventjes tot jezelf te komen. En eventjes een positieve, energieke mindset te creëren waarmee jij je thuiswerkdag van start kan gaan. We horen het wel vaker, je hebt ochtendmensen, je hebt avondmensen. Misschien ben jij wel een avondmens. Ik ben in ieder geval een ochtendmens. Maar bepaal voor jezelf, en dit is tip nummer 2, wanneer je het productiefst bent. Voor mij geldt, ik ben in de ochtend het meest productief. Ik wil het liefst, ja, ik kan eigenlijk om 6 uur 's ochtends al achter mijn laptop zitten en gewoon aan één stuk tot 12 uur in de middag door blijven werken. Nu wil ik je dat niet adviseren, daar kom ik straks wel eventjes op terug wat voor tips ik daarvoor heb. Maar bepaal voor jezelf wanneer je dus productief bent en verricht in dat dagdeel de meeste taken. Ben jij meer een ochtendmens, dan kun je de taken die het meest van je vragen dus het beste naar de ochtend verplaatsen. En andere dingen zoals videocalls, vergaderingen online, in dit geval, allemaal in de middag doen. Communiceer dit dan ook even naar je baas en je thuiswerkende collega's, zodat zij weten dat jij, wanneer je in de ochtend de belangrijkste taken wilt verrichten, jij in de middag bereikbaar bent voor vergaderingen, videocalls, mails die verzonden moeten worden of documenten die aangepast moeten worden, you name it. Zo kunnen zij jou dus 's ochtends niet afleiden met koekjes en kalfjes of andere werkgerelateerde vragen die jou uit je concentratie kunnen helpen. Communicatie is hierin dus key. Ja, zoals ik net al zei, communicatie is dus key. En dat is niet alleen maar naar je baas toe en niet alleen maar naar je collega's toe, maar ook naar jezelf toe. Want we kennen allemaal wel de to-do-lijstjes met 20, 30 of ik weet niet hoeveel taken van dingen die we eigenlijk allemaal op één dag willen doen. Maar daar is nooit iemand gelukkig van geworden. Want 9 van de 10 keer zijn ze helemaal niet realistisch. En aan het einde van de dag zit je met je handen in het haar. En dan denk je bij jezelf, het is me weer niet gelukt. Wat ben ik toch een faler. Maar dat ligt niet aan jou. Je hebt gewoon je lijstje niet realistisch gemaakt. En je hebt niet de juiste prioriteiten gesteld. En dat is dus iets waar je van kan leren. Want to-do-lijstjes kunnen heel erg effectief zijn als je ze dus realistisch maakt. Hoe je dat doet, daar heb ik 1 goede tip voor. En dat is door 3 belangrijke activiteiten op een papiertje te schrijven en je hier dus aan te houden.
Dus de drie allerbelangrijkste prioriteiten taken op een papiertje. En met de allerbelangrijkste ga je dus beginnen. En dan zul je vaak zien dat je misschien niet eens toekomt aan alle drie de dingen. Heb je nou al je taken afgerond van de dag die je ook echt die dag moest afronden? Dan ben ik natuurlijk hartstikke trots op je. En dan mag je natuurlijk jezelf belonen. Dat doe ik zelf ook. Misschien is dat ook wel te zien. Maar maak een lekkere lunch voor jezelf. Ik werk dan in de ochtend. Dus ik weet dan, nou, rond de middag. Oké, ik heb echt lekker gewerkt. Dan ga ik even naar de supermarkt. Dan haal ik een lekker broodje. Of ik maak een pannenkoek met spek en kaas. Ik bedoel, ja, ik vind dat gewoon heel erg lekker. Maar beloon jezelf daarvoor. Als je daarna jezelf een blaadje sla geeft met een stuk rauwe wortel. Ja, ik ken niet veel mensen die daar blij van gaan worden. Dus beloon jezelf voor je harde werk. Want dat is al heel knap dat je elke keer een stapje verder komt. En je dus productief thuis kunt werken. Een vraag die ik regelmatig krijg als we het hebben over thuiswerken. En nu komen we bij tip nummer 4. Is de vraag: Demi, hoe zorg je ervoor dat je werk en privé thuis gescheiden houdt? Nou, jullie kennen mij. Ik ben 23 jaar, dus ik heb nog geen kinderen. Ik heb geen groot huis. Ik heb geen tuin, dus ik heb ook geen grasmaaiende buurman. Dus sowieso is het voor mij makkelijker dan voor een gezin met kinderen om werk en privé gescheiden te houden. Maar ik ga aan de hand van 4 aspecten toch deze vraag op een zo goed mogelijke manier voor jou proberen te beantwoorden. Allereerst is het belangrijk om je werkplek, die je dus thuis gaat inrichten, zo ver mogelijk van je slaapkamer af te houden. Het is namelijk echt totaal niet bevorderend voor je productiviteit om in je bed met je laptop te gaan werken. Ten eerste is het niet goed voor je nek en schouders. En ten tweede, ja, krijg je er ook niet echt een "we gaan dit doen" moed van. Want je zit in je bed en 's avonds dan ga je daar slapen. En dat is ook een reden waarom heel veel mensen die dat doen juist hun werk meenemen naar bed. En dat is echt geen goed idee. Kortom, zoek dus een plekje die zo ver mogelijk van je slaapkamer afstaat in een rustige hoek van je huis, appartement of kamer. Als je een goede werkplek hebt gevonden, is het verstandig om een clean desk policy aan te houden. Wat betekent dat alle rotzooi van je bureau af is en je eigenlijk alleen nog maar dingen op je bureau moet hebben staan die jou helpen om je werk zo goed mogelijk te doen. Daarnaast is het verstandig om met je partner, vriend of vriendin of huisgenoot, wie dan ook, af te spreken dat wanneer jij aan die plek zit, dat jij dan niet gestoord wil worden omdat je dan aan het werk bent. Zo weten jullie beiden waar jullie aan toe zijn en kunnen jullie elkaar ook lekker laten gaan en gewoon productief thuis laten werken. Als laatste onderdeel van deze vraag over hoe je werk en privé gescheiden kan houden tijdens het thuiswerken, wil ik je adviseren pauzes in te plannen en ook echt te nemen. In deze pauzes kun je samen met je huisgenoot, partner, vriend of vriendin samen gezellig gaan lunchen of een blokje gaan wandelen, wat enorm bevorderend is voor de productiviteit van jullie allebei. Wat ik aan het begin van deze video ook zei, is dat aan het einde van deze video een tip aan gaat komen die voor mij enorm veel heeft geholpen. En dat is de tip dat je al je notificaties uit moet zetten. Als ik het met vrienden heb over thuiswerken, dan hoor ik heel vaak het excuus: ja, maar jij bent dat gewend thuiswerken en ik nee, ik kan dat echt niet. Onzin. Iedereen kan thuiswerken. Je moet alleen de motivatie en de discipline hebben om dus de notificaties uit te zetten en de tips van hiervoor natuurlijk toe te passen. Ja, die telefoon is allemaal superleuk, social media, tingelingeling, gaat de hele dag door. Mijn telefoon staat denk ik nu al 4 of 5 jaar op stil en de mensen die voor mij belangrijk zijn, die kunnen mij bereiken. En ik heb gewoon een bepaalde tijd tot wanneer ik werk op een dag en ga je maar om 7 uur nog bellen om werkdingen te verrichten, dan komt dat de volgende dag wel weer. Tenzij het echt mega belangrijk is. Zet je notificaties dus uit. En dat betekent niet alleen je telefoon, want je telefoon kan ook nog trillen. En als je op je laptop zit, kan ook je e-mail afgaan of je WhatsApp die je daarop geïnstalleerd hebt. Zet het allemaal uit. Want ik merk aan mezelf ook, als ik het niet doe, komt er een mail binnen van de schoenenwinkel: wil je slippers kopen? Natuurlijk wil ik slippers kopen. Komt er een mail binnen van de browniebakkerij: wil je brownies kopen? Oh, ja, brownies, dat is lekker. Ik ben dan ook gewoon snel afgeleid. En als ik dat al ben, met een mega concentratie, hoe doen andere mensen dat dan niet?
Dus maak er een gewoonte van om in deze periode dat aan te leren. Zodra je gaat werken, zet je notificaties uit. En er gaat een wereld voor je open. Je gaat zien dat je opeens zoveel meer tijd krijgt. En dat je je taken eindelijk wel af kan ronden. Dit waren de 5 tips waarmee jij thuis een stuk productiever kan gaan werken. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd welke van de 5 tips jij als eerste gaat toepassen en aan welke tips jij het meeste hebt gehad. Laat het eventjes weten in de reacties onder deze video. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je natuurlijk heel graag terug in een volgende video. Doeg! Tot de volgende keer. Siri zegt het ook.